Hoi, de zomer is net achter de rug en daarom leek het mij nu het gepaste moment om het eens te hebben over moedervlekjes. Want iedereen gaat wel eens graag in de zon zitten, maar dat kan ook wel soms kwaad natuurlijk voor je huid. Nu, moedervlekjes zijn heel normaal en gelukkig hoeven ze niet behandeld te worden. Maar af en toe kan zo'n vlekje kwaadaardig zijn of worden en daar wil ik het vandaag over hebben. Wel, er zijn allemaal verschillende soorten moedervlekken en ik kan er een aantal foto's van laten zien. De eerste foto toont eigenlijk gewoon een vlakke moedervlek. De tweede foto eerder een hobbelige vlek. De derde vertoont veel kleur. En de vierde heeft zelfs een wat haar op de moedervlek zelf. Nu, ik heb deze foto's meegenomen om te tonen dat al deze vlekjes ook nog normale vlekjes zijn. Kunnen die moedervlekken nu kwaad? Nu, gelukkig niet. Hè. Over het algemeen zijn alle moedervlekken altijd goedaardig. Nu, af en toe, echt zelden gebeurt het dat er zo'n moedervlek kan ontaarden in iets kwaadaardig. Zeker als u wat ouder bent en er komen nieuwe vlekjes bij, wees dan erop bedacht dat het van in het begin al kwaadaardig kan zijn. Nu, wat kun je zelf doen aan moedervlekjes? Wel, eigenlijk niets. Er zijn geen crèmes of andere producten die je kan gebruiken om moedervlekjes te doen verdwijnen of te voorkomen. Het enige wat je wel kan doen, is je goed beschermen tegen de zon. Kijk bij moedervlekken als u er verandering aan ziet, vooral of ze bijvoorbeeld beginnen schilferen, als er een korstje op komt, als ze beginnen bloeden of moeilijk te stelpen zijn, of als ze van kleur veranderen. Nu, waar let dan bijvoorbeeld de huisarts op als we met een vlekje naar de huisarts gaan? Daar is een eenvoudige regel voor en het noemt de ABCDE-regel. Ik ga met jullie deze allemaal één voor één overlopen aan de hand van enkele foto's. De A staat voor asymmetrie. Dus een vlekje dat asymmetrie vertoont is meestal verdacht voor iets kwaadaardigs. Je ziet hier een eerste vlekje waar je perfect op verschillende manieren een lijn kan doortrekken en het elkaar spiegelbeeld is, terwijl het andere vlekje duidelijk geen symmetrisch beeld vertoont. De B staat voor border in het Engels of grens. Dus als we een hele scherpe grens hebben, is dat altijd een goed teken. Is de grens eerder grillig, dan is dat vooral een slecht teken. De derde, de C, staat voor kleur of color. In de eerste zie je maar gewoon één kleur, maximum twee kleuren zou nog kunnen. Maar in het slechte voorbeeld zie je dat er twee toch wel verschillende kleuren zijn en die ook asymmetrisch verdeeld zijn. Dan hebben we ook nog de D van diameter. Alle vlekjes die groter zijn dan 6 mm verdienen toch ook altijd wel extra aandacht, want die kunnen ook sneller kwaadaardig worden. En de E die staat dan nog voor evolutie. Elk vlekje dat verandert is altijd de moeite waard om te laten nakijken.